Deze beschouwing die gaat over de oorlog tegen de natuur door de milieubeweging. En daar heb ik al twee beschouwingen aan gewijd. En die ene heeft als subonderwerp stikstof, het element stikstof. En die andere heeft als subonderwerp het element koolstof. Allebei vind ik ze erg goed gelukt. En over die eerste. Dus ook met het element stikstof als centraal element. Daar is nu heel veel over te doen in Nederland. Dat is trouwens al een tijdje hoor. Dat ze lopen te zeuren over stikstof. Dat is in de jaren tachtig is dat al begonnen. En het houdt maar niet op. Echt heel vervelend. Heel vervelend voor de... Agrarische sector. Die mensen die krijgen. Ja, die krijgen het terwijl ze geen schuld hebben. ongelooflijk voor hun kiezen. Punt. En het gaat om. in dit geval dus. hun voortbestaan als ondernemer. Dat loopt gevaar. Ze worden helemaal klem gezet. En dat is op de korte termijn. En op de langere termijn raken wij onze agrarische sector kwijt. En dat is een nog groter probleem. En dan denk ik even terug aan Zimbabwe, waar Robert Mugabe aan de macht kwam en die begon de agrarische sector even aan te pakken. Met als gevolg dat hij de hele agrarische sector onderuit geschoffeld heeft. En Zimbabwe is toen veranderd van een netto exporteur van landbouwproducten. Tot een importeur van landbouwproducten. En waar moesten die landbouwproducten dan van betaald worden? Want wat produceerde Zimbabwe nou nog verder behalve landbouwproducten? Naaimachines? F-16's? Natuurlijk niet. Anyway, op die uitzending van. De oorlog tegen de oorlog door de milieubeweging tegen de natuur. Er zit dan de derde. En het subonderwerp van deze is vrouwen. En dat doe ik naar aanleiding van een reactie. Die op die eerste uitzending is gekomen. Dit is dan tevens even reclame voor mijn kanaal. En die eerste: dat is beschouwing. 1,64 164. Als je daar even naartoe gaat, dan zie je reacties staan. Jokler heeft erop gereageerd. Dat is Jurk Gliesman. Met een stukje Bijbel. Ook interessant. En daar heeft iemand op gereageerd van het YouTube-kanaal Nathan White. Ik weet niet of die echt zo heet, maar. Doet er niet toe. En uh, ik noem hem maar, maar even Nathan. Hè? Dat is een jongen uit Noord-Holland, dat weet ik. En die heeft een video-reply uh, erop gedaan. Hij heeft een stukje getypt, dat was echt leuk. En. Hij heeft een filmpje uh, erop uh, gemaakt. En dan kan je zien hoe hij eruit ziet. Dat is echt wel leuk. Dan kan je zijn kamer ook zien. Best wel uh, echt zo'n zo hele praktische kamer van, uh, van een man. Hij hoeft zich niet voor te schamen. Hmm. En hij had dan uh, wat concrete uh, vragen en opmerkingen. En een daarvan uh, heeft dus geleid tot deze aanzending. En het was dat het hem was opgevallen: dat in die milieubeweging, dat daar zoveel vrouwen de boventoon hebben. En is zo'n beetje van. Uh, ja, wat ik ervan vond. En uh, had hij gelijk in zijn constatering? Zoiets. Hè? Een vraag van: is jou dat ook opgevallen? En, en wat is hier dan aan de hand? Nou, punt 1. Uh, Nathan hij heeft hier uh, totaal gelijk. Dat klopt. Helemaal. Uh, het is niet de enige onzin waar vrouwen zich schuldig aan maken. Om maar eventjes de toon te zetten waar dit praatje over gaat. He? Ik heb een aantal beschouwingen in voorbereiding staan. En de een daarvan is het de oorlog tegen kinderen door vrouwen, door moeders. Door de, it, it is no, kijk, je kan mannen van van alles de schuld geven. En dat vind ik ook terecht. Mannen hebben nogal wat op hun kerfstok. Zeer zeker. Maar vrouwen zijn absoluut geen heilige bandjes. Maar staan altijd uh, ergens uh, op een bepaalde manier. Uh, 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 zegt niemand er wat van? Dat is. Bijna niemand durft zich uit te spreken over het wangedrag. Van zoals Gerard van het Reven dat zo mooi betitelde. Je kent hem wel, de dichter des Vaderlands. De schrijver van het boek De Avonden. De man die zo geroemd werd vanwege zijn homoerotische, sadomasochistische scènes in zijn fraaie boeken. Kortom, uh, iemand. Uh, ja, met de pagina's van die boeken wil ik nog niet eens mijn billen afwijgen. Maar die heeft die groep van vrouwen bestempeld als de Onwilriekende gleufbrigade. Kijk, dat mag dan wel. Kijk, Gerard van het Reven mag die bevolkingsgroep uitmaken voor de Onwilriekende gleufbrigade. En dat vinden al die vrouwen fantastisch, want Gerard van het Reven, dat is een reetridder. Proud to be gay. En dat vinden vrouwen geweldig. Nou, maar serieuze kritiek op vrouwen. Uh, daar moet je mee oppassen. Want dan word je al heel snel weggezet als een seksist. Als je als heteroseksuele man kritiek hebt op vrouwen. Huh? Als Gerard van het Reven zoiets zegt van de onwelriekende gleufbrigade. Dan is dat een uiting van de dichter des vaderlands, en dan moet je dat zien als een verbetering van de oh zo mooie Nederlandse taal en een uitbreiding van ons vocabulaire. Trek het even weet. Maar in te gaan op de vraag uh, van Nathan. Kijk, het klopt. Ik denk dat je kan stellen dat vrouwen ook linkser stemmen. Ze zijn socialistischer. Ze zijn linkser. En de linkse club is de club van de milieubeweging. Het heet toch ook groen links? Toch of niet? Ik heb er een pakje thee bij, dus uh, ga er maar vanuit dat dit uh, nog even kan duren. En wat hier aan de hand is, is dat vrouwen minder rationeel zijn dan mannen. En nu hoor je het al uh, helemaal rommelen. Ja, ah, dat is een seksistische opmerking. Uh, zie je wel? Uh, uh, male chauvinist pig. Dat was al in de jaren zeventig. Toen kwam die term. Male chauvinist pig. En een chauvinist, dat is vernoemd naar meneer Chauvin. Er was een Fransman en die vond dat Frankrijk dat was het allerbeste land ter wereld was. En vandaar het woord uh, chauvinisme. Of hij vond de Fransen de beste of zoiets. Dus een chauvinist die vindt zijn eigen soort superieur aan alle andere soorten. Of die is het liefste onder zijn eigen soort. Dus een chauvin heet die kerel. En ik zeg helemaal niet dat ik mijn eigen soort het beste vind. En het tweede waar ik bezwaar tegen maak bij die term is dat het eindigt met het woord pig. Hetgeen betekent waken. En you believe me dat vrouwen in de jaren zeventig dit gewoon mochten zeggen en dan gingen ze nog giechelen ook. Want ja, wij zeggen ook wel eens brute dingen hoor, net als die mannen. Waarbij ze even vergeten dat het niet bruut is wat ze zeggen, het is ronduit beledigend. Kijk, de ene man zegt wel eens tegen de andere man: hé, hey, klootzak, weer nog een biertje. Ja, dat zeggen mannen onder elkaar tegen elkaar. Hé, hm? hey, lul, dat is mijn braadworst. Dit is die van jou. En vrouwen nemen dan... dan kijken ze naar dat soort dingen van mannen... en dan gaan ze ook maar even grof in de mond worden. En mannen uit te maken... voor meel chauvinistische... dus mannelijk chauvinistische varkens... dat is ronduit beledigend. En het is niet rationeel... Om zo beledigend te zijn. Dus is het. Wat is het dan wel? Wat is nou het tegenovergestelde van rationeel? Of wat? Wat ben je als je niet rationeel bent? Ja, niet rationeel betekent alleen maar niet puntje, puntje, puntje. Maar wat ben je dan wel? Nou, dan ben je emotioneel. En dan ben je precies terug bij het probleem. Emotie. En emotie. De waarde van emotie is. Het cijfer 0, gevolgd door een punt, de decimale punt, gevolgd door een oneindige reeks van nullen. Met de nadruk op oneindige reeks. Dus niet 100 nullen, nee. Ook niet gocholnullen, dat betekent 10 tot de macht 100nullen. Nee. Nee. Die waarde is nul. Er is geen waarde in emotionaliteit. Punt. En ik weet dat er ook mannen zijn die daar erg last van kunnen hebben. Maar het komt onder mannen minder voor. Beduidend minder. Maar het komt voor. Het, ik heb het meegemaakt. Dus uh, uh, ja, het zijn meestal hele schandalige, schaamteloze toestanden als een man emotioneel wordt. Maar ik heb het meegemaakt. Het is erg om dat te moeten zien. Ja, het gebeurt onder mannen ook. In de regel niet. Ik sprak uh, een collega van een tijdje terug. Een uh, collega, jongen van mijn band. Maar ja, ook een soort collega. En we repeteerden toen nog. Eens in de maand, eens in de twee weken. En hij kwam me dan ophalen. En dan op weg naar de repetitiehok. Een beetje kletsen zo. En ik vraag aan hem van, uh, en hoe gaat het thuis? Hij is getrouwd, heeft twee kinderen. En hij zei tegen mij: Oh jongen, zo moeilijk. Wat is er aan de hand dan? Nou, zit hij. De laatste tijd, dat is iedere ochtend, man. Zij, een ochtendhumeur. En ik zei tegen hem: Oh man, wat lullig, joh. Ja, dat nou, is vervelend voor je. Ja, dat dus is heel vervelend. En toen zijn we maar over wat anders begonnen. Ja, en wat heeft zo'n vrouw dan? Waar haalt ze het lef vandaan? Ja, dus elke dag begint zij dus vrolijk met een ongelooflijk pesthumeur. En ik ken haar. Ik ken haar al jaren. Ik ken haar al meer dan twintig jaar. Maar de laatste tijd speelt dat heel erg op en dan is het elke ochtend raken. En in een, maanden, een aantal maanden terug heb ik haar nog een keer gesproken op het terrasje. Zaten we een drankje te drinken allebei. En. Uh, nou, hebben we best een leuk gesprek. Ik bedoel, ze kan wel aardig doen. Maar toen zat het er even niet in, hè? En dan zit zo'n vrouw in haar emoties. En dat moeten vrouwen helemaal niet doen. Punt. Ik heb het zo vaak meegemaakt, zowel privé als in het gezin, in de relatie die je dan hebt met een, met een vrouw, als in de familie, als in de buurt. Als um, Op het werk. Dat vrouwen in de emotie gaan. En iedereen heeft er last van. Zo was de reactie van mijn dochter ook. Toen zij mij dan opbiechtte. En misschien dat het arme kind nog even dacht dat ik haar zou complimenteren. Maar zij had dus met de voeten in een weiland gestaan. En daar lopen skanderen van. Houwe, derre, jouwe. Een beetje met haar uh, Greta lopen roepen. En de grasprieten vertrappen. Het dus dat Mali veld in Den Haag of zo. En ik tegen haar gezegd: ja, moet je luisteren. Uh, ik ben uh, afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool. Ik ben ingenieur milieu. en mijn specialisme is luchtverontreiniging. Nou, ik was toen niet uitgesproken of zij zei van nou, maar ik ben geboren rond de eeuwwisseling. En lalalalalalalalalala. Kijk, dat is die emotie. Oh, Zo'n typische damesopmerking is ja. Maar ik mag toch wel even emotioneel zijn? Het moest er echt even uit. Nou, en het antwoord is: nee. Je mag helemaal niet emotioneel zijn. Daar heeft iedereen last van. Daarom staat er ook in de Bijbel dat als we met z'n allen bij elkaar komen, dat het heel erg prettig zou zijn als de dames hun mond houden. Ja, ik hoor het nu al schuifelen hoor, in de feministische kerk. Maar ik ben het ook, ik, ik, ik weet het. Arthur Schopenhauer, een hele rationele kerel, die heeft gezegd: naar aanleiding van uh, dat vrouwen, zat in het Nieuwe Testament, dat vrouwen in de kerk, dat vrouwen daar geacht worden om hun mond te houden. Nou, Schopenhauer, hij heeft hele leuke dingen gezegd over de Bijbel. Hè. En dan zegt Schopenhauer, over, nou. Dat, als het, nou, dat nou is, hij gaat nooit naar de kerk, hè, maar hij, zegt, nou, dit, ja, hij heeft daarover nadenkend. Eh, ik zou er wel heel graag eh, dat uitgebreid willen zien... dat we dat ook invoeren voor de theaters. We hebben het over het begin van de 19e eeuw... Hè, en Schopenhauer ging graag naar het theater. En ergerde zich groen en geel aan het geouwe hoer... van de onwelriekende gleufbrigade... In zo'n uh, gelegenheid. Kakel, de kakel, de kakel. Allemaal emoties van die dames. Want waarom zou je gaan lopen kakelen in een theater? Ja, toch? Je houdt je mond dicht en je wacht tot de voorstelling begint. En tijdens de voorstelling hou je helemaal je mond. En ik denk dat het met name dat laatste is waar Schopenhauer zich helemaal aan ergerde. Hou je gesnater, gans. <laughs> ja, ik Kijk, de feministen en alles. is zijn ze toch een boos op mij. Dus. Uh... En ik zeg alleen maar boosheid, dat is een emotie. Nou, dat is vrouwen die boos worden om wat ik nu net gezegd heb. Die onderschrijven alleen maar wat ik net zei: namelijk dat vrouwen emotioneel zijn en niet rationeel. Want als je emotioneel bent, ben je per definitie niet rationeel. En als je rationeel bent. Dan onderschrijf je wat ik heb gedaan, wat ik heb gezegd in de oorlog tegen de natuur door de milieubeweging. In uitzending 1 over stikstof en uitzending 2 over koolstof. Dat is rationaliteit. Dat is de zaak op een rijtje zetten. Je kan niet en Nederland maken tot het dichtstbevolkte land van Europa. En het nummer 4 dichtstbevolkte land ter wereld. En in Nederland de geelgerande bruinkever gaan... Nou, een reservaat geven van uh, 100 bij 100 kilometer. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Je moet gewoon kiezen. En wat je natuurlijk kan doen is, dat je als eerste, zeg je als eerste, nou, iedereen die als laatste naar Nederland is gekomen, die gaat als eerste terug naar het land van herkomst. Doe dat bijvoorbeeld. Nou, dan gaat er gelijk 30% van Nederland stroomt al leeg. Ja, wel meer, denk ik. Als je dan ook nog zegt, de eerste, en tweede generatie, tweede, derde. Allemaal terug naar het land van herkomst. Dat we hier in Nederland alleen maar de mensen overhouden. Uh, wiens ouders en grootouders hier geboren zijn. Die mogen in eerste instantie blijven en dan gaan we kijken hoe het dan verder gaat. He? Iets met geboorterecht of zo. Doen we dat toch? Nou, dan wonen er in Nederland nog maar 10 miljoen mensen. Dan heb je ruimte voor de geelgerande bruine kikker. Ja. Maar als we hier dan per se met 20 miljoen man willen verblijven, ja, euh, dan hebben we toch ook wegen nodig en een spoorwegnet. En. Ik was laatst was ik bij het station Ede Wageningen en ik zie die fietsenmenigte daar en ik denk, wauw. Want vroeger kwam ik er heel vaak hè, in Ede Wageningen. Ik studeerde in Wageningen, dus dan kom je via Ede Wageningen overal, het treinstation. Ik kan me niet herinneren dat er toen zoveel fietsen stonden. Wow. Ja, dan word je, je even bewust van de hoeveelheid mensen die daar in die regio wonen. Straat na straat, flat na flat. Wauw. Dus als je rationeel bent, dan accepteer je de consequentie. Je hebt maar zoveel vierkante meter en wat ga je daar stoppen? Geelgerande bruinkikkers of mensen? Punt. En als je dan ook nog denkt aan het behouden van de, de biodiversiteit van de plantjes en beestjes die groeien in stikstofarme grond. Dat wil zeggen voedingsarme grond, dus grond met een arme voedingsbodem. Waar die hele langzame groeiertjes groeien. Ja, die hebben enorme hoeveelheden, vierkante kilometer nodig om te kunnen overleven. De mens niet. Heb je, dat is de ratio. En dat hebben vrouwen stukken minder. Echt stukken minder. In mijn leven heb ik... Nou, ja, ik heb vrouwen ontmoet waarvan ik dacht van, nou, die zijn enigszins rationeel. Maar zo rationeel uh, zoals mijn vriend. Ik heb een vriend al jarenlang. Oh, pikketje homo. Ja, hou erop. Ja. Ik heb een vriend al jarenlang. ben ik ook samen mee op vakantie geweest. Niet één keer, niet twee keer. Nee, man. Hij had de zorgen over twee kinderen en ik had de zorgen over mijn kind. En we zijn met die kinderscharen vier keer op vakantie geweest. Dacht ik. Ja, 2010, 2011, 2012, 2013. Ja, vier keer. En naar vette vakanties, hè? Niet even drie dagjes op en neer naar de Ardennen en dan weer terug. Nee. We zijn zelfs naar Bretagne geweest. We zijn naar Finland geweest. Vakanties met heel veel organisatiewerk eraan. Geen onvertogen woord. Naar Bretagne gingen wij met drie bakvissen. Waarvan de twee uh, aan het puberen waren, jongen. Gossen me raken. Nou, dan heb je te stellen hoor, met de, de vrolijke kinderscharen. Maar tussen mij en Wim. Wij bezagen de situatie en. Uh, maar dan was er overdag weer van alles gebeurd. En dan s'avonds na het eten gingen die meiden allemaal uh, YouTuben op hun smartphones of zo. Of WhatsAppen. En dan zei ik tegen Wim: van, Kom op. En dan pakten wij een fles Ricard. En dan gingen wij een eindje wandelen tussen aanhalingstekens. Dan hadden we zo'n lekker veldje ergens er in de buurt. En dan ploften we neer in het avondzonnetje. Ja, lekker een jointje draaien. En dan namen we even de dingetjes door. Nou, en dan waren hij en ik weer helemaal bijgekletst. Zaten we weer op één lijn. En dan gewoon rustig praten met z'n tweeën. Hè? Oh, niet schreeuwen, helemaal niks man. En dan weer me ook nog rustig van. Oh, wacht nog even, er is nog één ander dingetje wat ik ook nog merkte vandaag. Ik zei: Ja, vertel het maar gewoon. Ja, zei hij. Want toen jij uitstapte en, en toen daarna en toen. En toen zei je dat en dat. En wat bedoelde je nou? Ik zei: Oh, dat. Ja, wat ik. Oh, goed dat je erover begint, zeg ik dan. Hè? Dat klopt, ja. Dat moet ik nog even afmaken. Nou, dan zijn we weer uitgeluld. Kijk, dat zijn mannen, gewoon puur rationeel. En een vrouw op dat niveau, nooit, nooit meegemaakt. Helemaal nooit niet. En ik ben zestig. Dus als vrouwen enigszins rationeel waren, had ik er eentje moeten tegenkomen. Maar ik ben ze niet tegengekomen. En is dat erg? Uh... Nou, ja, als vrouwen daar verder, uh... als vrouwen maar niet gaan doen dat hun emotionaliteit een vrouwelijke vorm is van rationaliteit, wat ze momenteel wel doen. En de hun zijn dan heel emotioneel, hebben ze een uitbarsting van het een of het ander. En dat gaat dan door voor, uh, uh, zo is het ook nog eens een keer. Ja, dan wordt het vervelend. Dat moet je niet hebben. Maar als vrouwen beseffen dat ze die emotionaliteit nu één keer in overvloed aan boord hebben... en weten dat ze in een situatie waarin ze dan uh, denken van... oh, 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 oh ik zou dit willen zeggen, ik zou dat willen zeggen... dat ze dan hun mond houden... En dan na afloop als eerste naar een kerel toe stappen en zeggen van, nou, ik maak me een beetje zorgen. En dat die man dan zegt van, waarom dan? Nou, ik hoorde jou zo zeggen tegen de buurman van dit en dat en zus en zo, maar gaat het dan wel goed met komende vakantie? En dat die man dan zegt van, oh, dat, nee joh, dat heb je verkeerd begrepen. Ja, maar je zei het toch tegen de buurman, ja, zeg je dan, maar dat ging daar en daar over. En niet dat ene, weet je. Dat, dat ene gaan we volgende week doen. Oh. Dus ja, dat is gewoon verkeerd begrepen. Oh. Mannen hebben meer overzicht. Mannen hebben meer inzicht. Mannen zijn beter in schaken. Mannen zijn beter in darten. Mannen hebben een beter concentratievermogen. Mannen. Ja, vrouwen zijn emotioneel. En vrouwen houden heel graag van samenkomen. Ook dat nog. Dus zo'n milieudemonstratie. Uh, mijn dochter die denkt: Ja! Want die vindt dat leuk. Dan gaan we lekker met z'n allen in een weiland staan. How dare you roepen. En zij vinden het leuk. Dus met z'n allen in de trein. En dan gaan we met z'n allen in het weiland staan. En met z'n allen weer naar huis. En ik denk alleen maar, godverdamme, met z'n allen. Want ik ben rationeel. Ik zit er niet op te wachten. En ik hou ook helemaal niet van grote gezelschappen die allemaal hetzelfde lopen roepen. Bah. Want ik ben rationeel. En vrouwen niet. Ik ben een tijdje voorzitter geweest van de Arnhemse Let's. Dat is een local economy, nee, local exchange and trading system. Een soort ruilhandel, lokaal systeem. Daar was ik voorzitter. En die vergaderingen die begonnen om acht uur. En die duurden soms tot twaalf uur. Vier uur lang. Nou, dat, en ik moest dan voorzitter ik ben al vrij snel uh, gaan opspelen en gezegd van dit gaan we niet doen. ik stel voor dat er vergaderd wordt uh, ongeveer over een periode een tijdsbestek van drie kwartier. dus van mijn part uh, acht uur uh, mag iedereen komen. om uh, half negen begint de vergadering. dus heb je een inloop half uurtje. En om half negen beginnen we met vergaderen... en om kwart over negen is de vergadering afgelopen. En dan uh, kan iedereen die nog zin heeft... Uh, nablijven hangen. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar dan ben ik van zijn Als voorzitter. Nou, 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 nou. Dat is mij niet gelukt, hè. En toen ik uiteindelijk... Die mensen duidelijk ging maken. dat het mij ernst was. En dat ik zei: van. nou, het gaat gebeuren zoals ik zeg. of. ik stop met voorzitter. En dan bekijk je het maar. En ik ben een hele goede voorzitter. Dat hadden ze ook in de gaten. Ik zorg ervoor dat iedereen aan het woord komt. Een eigen mening heb ik toch niet echt per se. En ik ben voorzitter. Dus, en ik kan heel snel nadenken. En dan komt er iemand en er was ik iemand en die stottert een beetje. Nou, die kan rustig met zo'n stotter een vraag stellen. Ik hoor toch wat hij wil vragen. En als hij geen antwoord krijgt op zijn opmerking, dan zeg ik even terug naar de opmerking van Jan. En dan kijkt Jan mij heel dankbaar aan. En dan krijgt Jan opnieuw het woord. Want dan vraag ik het ook van: Nou, Jan, volgens mij is er geen reactie gekomen op je opmerking. Of wel? Nee. Nou, misschien dat ik je nog een keer moet zeggen waar het jou om ging. Kijk, ik ben een goede voorzetter. Maar toen ik dreigde met opstappen, toen was er een vrouw en die zei, ja, moet je eens even luisteren, dat kan jij wel zeggen. Maar wij, de vrouwen dus, hè? wij komen hier ook voor onze sociale contacten. Maar toen zakte me echt de broek af. En als wij niet gezellig mogen kletsen, nou, dan, dan wil ik niet meer vergaderen. En het vervelende was dat zij dan een stuk administratie deed... en dat wist zij ook wel en ze moest erbij zijn. <laughs> nou, ik als voorzitter, ja, voor mij tien anderen natuurlijk... maar zij moest erbij zijn, want zij deed alleen de administratie. Nou, 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 nou. Ja, dat zijn vrouwen. En als je Schopenhauer erbij pakt... Die Duitse filosoof begin 19e eeuw. Die heeft een essay geschreven. Het heet Over Vrouwen. Nou, dat had in de hedendaagse tijd geschreven kunnen zijn. Letterlijk. Er is in al die honderden jaren. Het essay is gepubliceerd in 1830, zeg maar. Dat is 200 jaar geleden. Er is geen spat veranderd. Helemaal niks. Ja, vrouwen denken bijvoorbeeld dat uh, feminisme dat dat iets moderns is. Dat is helemaal niet zo. Dat is al heel lang zo. Het zet alleen niet door. En daarom denken ze dat ze net begonnen zijn. Ja. Want er is nog helemaal geen resultaat geboekt. Dus gaan vrouwen ervan uit dat het feminisme nog heel erg in de kinderschoenen staat. Dan staat het helemaal niet. <laughs> Dit is echt al ja, in het begin van de 20e eeuw. Had je de suffragettes. Dat waren van die uh, maffe, onwelriekende gleufdragertjes. Maar het heeft nooit doorgezet want dat kan nog helemaal niet. <laughs> het is echt om weer te bescheuren. Kijk, vrouwen zijn niet rationeel. Die komen niet weg uit die emotionele toestand. Nooit niet. Dat blijven ze altijd toch het leukste vinden. Gewoon lekker met ze allebei bij elkaar en dan. Uh, dat zie je dan ook op Facebook van. Uh, het leven is dat je om elkaar geeft en, uh, en samen bent of zo. Nou, dat zal een man nooit opschrijven. En een man zal schrijven: Het leven is dat je op het juiste moment een fles whisky vindt en een oude vriend tegenkomt, die niet gestopt is met roken, want jij was dat ook niet. Dat zou een man zeggen. En vrouwen willen lekker samen zijn en lekker babbelen en kwebbelen. En... Oh, meen je dat nou? Nou, maar ik heb laatst heb ik iets heel anders gehoord. Oh, wat heb jij nou gehoord? En dat feminisme, om dat eventjes dan uh, duid bij het, uh, in het zakje te doen, inderdaad bij het woord te voegen of zo. Wat bedoel ik dan precies? Kijk, als feministes uh, uh, iets met gelijke rechten of zo voor mannen en vrouwen. Hè? Er zijn nog steeds een aantal mannenberoepen, zoals, huh? ja, noem ze maar op. En die beroepen, daar werken nog steeds geen vrouwen. He? En jij weet natuurlijk weten ja, welke beroepen dan. He? Nou, wat dacht je van? Uh, Riol Reinigingsservice medewerker. Ik had laatst een verstopping in mijn badkamer. Hou je tijd terug, maar. En dan belde ik met de woningbouwvereniging en die zei van, ja meneer, u bent niet verzekerd voor dit soort calamiteiten, dit moet u zelf maar oplossen. En dit is het telefoonnummer wat je moet bellen en nou, dat was dus de Rio Reinigingsservice. hier in Arnhem. Nou ik de jongens gebeld, kijk natuurlijk een vrouw aan de lijn. Het rioolreinigingsservice, goedemiddag, waarmee kan ik u helpen? Ik zei nou, mijn, toilet, nee, mijn badkamer uh, afvoerputje uh, van de douche, is dat, dat is verstopt. Dat was die rotzooi van de bovenbuurvrouw trouwens. Want uh, ja, er kwam bloemkool omhoog en dat soort dingen. En ik eet helemaal geen bloemkool. Ik kwam van haar. Dus zij had de boel volgepropt. Ja, maar goed. De opstopping zat onder mijn verdieping. Dus was het mijn probleem. De buurvrouw zei ik boven heel doodleuk. Van nou, ik heb nergens last van. Nee. Nee, zij had wel die rotzooi. Nou goed, <laughs> laten we ik het Ik had dus inderdaad de verantwoordelijkheid voor het putje. En dan bel ik... En dan die dame die zegt, nou, heeft u komende donderdag tijd? Ik zeg, ja, is goed. Hoe laat komt u dan? Nou, ongeveer zo'n zo laat. En uh, ik laat het best. Ik ben thuis. En die man, die kwam. Man, die kwam. Hallo. Doei. Nou, en die ging even aan de slag met een trilslang. Of een trildinges, blabla, zo. Nou, en even later was het opgelost. Klaar. Uh, dat gaan vrouwen niet doen. natuurlijk niet. Hier in Arnhem zijn ze in, bij mij rondom mijn flat als de bielen aan het bouwen. Ze hebben eerst heel veel gesloopt en toen nou, zeiden ze: bouwen, bouwen, bouwen. En dan ga ik s'morgens om. Sommige diensten zijn van mij vroeg, dan ben ik half zeven soms al. Ben ik buiten, zeven uur of zo. Nou, en dan zetten de bouwlampen hebben ze aanstaan en dan zijn er allemaal medewerkers bezig. En onder die mensen die dan over stijgers lopen. en aan balken lopen te trekken. en een beton zitten te storten. onder die medewerkers geen één vrouw. Is dat omdat vrouwen onderdrukt worden? Nee, natuurlijk niet. Maar vrouwen hebben daar geen zin in. Dus het feminisme dat zet niet door. Want dan zouden ze namelijk de steiger op moeten, en daar hebben ze geen zin in. Dus vrouwen beginnen dan aan het feministische gebeuren. en blijven dan maar klagen over het feit dat ze niet doorstoten. wat dan komt omdat ze zelf niet doorzetten. En dat komt omdat de mannen onderdrukking. en dan beginnen ze weer lekker overnieuw. Maar zie je wel, wij worden onderdrukt. Nee, we worden helemaal niet onderdrukt. Ze zijn emotioneel. En vanuit die emotionaliteit. en het lekker samen zijn en zo. en dan gaan ze lekker lopen brullen over het milieu. Onder andere. Uh, op meer fronten maken zij zich schuldig aan emotionele uitlatingen op, uh, noem het maar, bestuurlijk niveau. Om het nog erger te maken: uh, ik ben geen grote fan van het stemrecht voor vrouwen. En dat kan ik onderbouwen. Want in Amerika. Is het stemrecht voor vrouwen ingevoerd, staat voor staat. En zo wisten ze dus precies in welk jaar vrouwen begonnen, begonnen met stemmen. En wat ze zagen, is dat staten, nadat vrouwen stemrecht kregen, dat die staten de belastingen gingen verhogen. En dat hield gelijke tred met het vrouwenstemrecht. Dus de vrouwen kregen stemrecht. En dan kon je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar wachten. En ja hoor, belastingen 10% hoger. Snap je? Dit is gebeurd in Amerika. En dan kan je zeggen: ja, maar dat waren de vrouwen van Amerika en wij zijn heel anders. Nou, dat moet je dan maar eens aantonen. Waaruit blijkt dat? Mijn moeder, die heb ik een keer horen zeggen: dat zij gestemd had op een of andere vent van doos 66. Want uh, ja, dat was toch wel een hele charmante, goed ogende man. Nou, dat is de laatste reden waarom ik wil dat iemand stemt op een politicus. Ik heb liever dat mensen die stemmen, dat ze stemmen op de zaken waar partijen voor staan. Los van het feit dat ik het huidige uh, stemsysteem, dat, dat vind ik zo belachelijk. Dat ik... Het feit dat iemand gaat stemmen uh, gelijkstel aan een brevet van onvermogen en dat er iets mis is met je denkvermogen. Want het enige wat je in Nederland mag, dat is stemmen op een kleur. Waarbij het helemaal uh, niet wordt ingegaan op wat jij nou werkelijk wil. Wil je nou een joint strike fighter? En zo ja, wat wil je dan daarvoor betalen? Ik bijvoorbeeld, ik wil. Uh, dat wij de Joint Strike Fighters. dat we het hele contract. dat we dat verkopen. En wij hoeven die vliegtuigen niet. Uh, laat me zitten. Wij hebben geen Joint Strike Fighter nodig. voor de landsverdediging. Dat is rationaliteit weer. Hè? Wij hebben geen Joint Strike Fighter nodig. Dat is puur rationaliteit. Nou, ja, dat zou ik willen. Daar zou ik op willen stemmen. En het hele contract met wat is het McDonald Douglas of zo? Uh, uh, open, ja, we, gaan, uh, we betalen niet meer. Daar beginnen we mee. McDonald Douglas krijgt geen geld meer. En dan kan McDonald Douglas zeggen, ja, maar dan krijg je ook geen Joint Strike Fighter. En dan zeggen wij mooi zo, want die willen we toch al niet. Maar conform het contract hebben wij wel recht op bepaalde diensten. En dat kunnen wij verkopen. Snap je? <laughs> ja, je moet even nadenken, je moet rationeel zien. Je zet daar uh, tien uh, internationaal juridisch onderlegde mannen op. Die sputten even die contracten met McDonald Douglas door. Die maken daar een mooie prijs van en die gaan ermee de boer op. Dus nou, verkopen we het, de hele contract aan de Bank of International Settlements. Want in, in Basel, in, uh, in Zwitserland. Die jongens hebben geld genoeg. En die zijn heus wel bereid om tegen wat investeringsmiddelen. Uh, ja, wat Poen, nog meer te gaan verdienen. Die jongens zijn geldwolven bij de BIS. Tuurlijk, joh. Alles is geld waard, namelijk. En wij zullen wel degelijk op dat hele JSF-gebeuren ja, heel beteutel staan te kijken. Achteraf zullen we zeggen: jeetje, dit heeft ons alles bij elkaar wel 2 miljard euro gekost. Ja, inderdaad. Maar dan worden die kosten in ieder geval niet hoger. Dat rationaliteit. En dat mis je bij vrouwen. En ik heb de vraag dus van Nathan, denk ik, nu al goed besproken. En waar ik het nog over kan hebben, is, het echt wel waar is of het echt wel waar is dat vrouwen zo emotioneel zijn. Ja, en het is echt zo. En bij die club, hè, die l -E -T -S, die Let's... Daar vroeg de secretaris, een man, die vroeg aan de penningmeester bij de Algemene Ledenvergadering, eens per jaar is dat, en die vroeg: wat hebben wij in kas? En hij vroeg daarmee naar een geldbedrag. Dus hoeveel is er in kas? Dat zei hij denk ik letterlijk. Nou, daarmee bedoelde hij niet de kas die zij thuis heeft. Want zij, ze, de penningmeester, heeft een bepaalde hoeveelheid contant geld... in haar woning, echt in zo'n kistje met een sleuteltje. Voor het geval iemand fotocopieën heeft gemaakt voor de vereniging... en die komt er met een bonnetje. En dan doet ze dat bonnetje in de kas. En dan krijgt die persoon krijgt dan contant geld voor wat hij heeft uitgegeven. Huh? Nee, de penningmeester bedoelt: wat hebben wij in kas tussen, nou, kas tussen quotes? Hè? Het is een uitdrukking. Dat betekent hoeveel geld heeft de vereniging. Nou, en dan moest zij als penningmeester. Dat had ze natuurlijk moeten doen in de voorbereiding. Had ze niet gedaan. Wat had ze namelijk in de voorbereiding gedaan? Ze had opgeschreven hoeveel er in de echte kas zat. De fysieke, dat kistje in haar woning. Ze had opgeschreven wat er op de spaarrekening stond. En ze had opgeschreven wat er op de rekening courant stond. Ja, dat had de secretaris ook gezien en het stonden er allemaal bedragen. En hij dacht, ja, wat hebben we nou in kas? Door de secretaris hadden we op dat moment ook zijn rekenmachine kunnen pakken, maar die had hij niet bij zich. Hij had ook aan mij kunnen vragen, van Perry, kan jij even deze drie getallen optellen, want je bent zo goed in rekenen. Maar dat had hij niet gedaan. Hij denkt, ik stel die vraag even aan de, aan de penningmeester. En toen ging die penningmeester met een heel serieus gezicht zo zeggen: van nou, in de fysieke kast die bij mij is, daar zitten 76,35 euro in. Uh, op de rekening-courant staat uh, uh, 398,35 euro. En op de spaarrekening 720,43 euro. En toen begon de secretaris een beetje te brommen: van ja, van dat. Ja? En toen zei ik tegen de penningmeester. Ik slaakte dus zo'n zucht of zo. Hè? Ik zei: Hij wil weten wat er in kas is. Wat het totaal is. En inderdaad, ik slaakte een zucht. Pff, hij vraagt naar het totaal. Dat zei ik tegen de penningmeester. Ik wil even opletten. Ja, we, we zitten hier te vergaderen. En ik heb niet de hele avond om. Hè? En toen werd die penningmeestervrouw, die werd boos, jongen. En die kreeg een emotionele bui en die begon te schreeuwen en die smeet haar papieren neer. En ze duwde mij uh, haar deel van het jaarverslag onder ogen en zei, je gaat dat zelf maar optellen. <laughs> en ze liep boos, riep ze de vergadering uit. En een andere vrouw die, van de ledenadministratie, die tegen mij eerder had gezegd: van, Nou, ik kom hier toch echt voor mijn sociale beleving ook, hoor. Ik wil wel een beetje sociaal kunnen zijn. Die zei tegen mij zo van: Fui, wat deed jij onaardig tegen de penningmeester? Nou, dat bedoel ik nou. Kijk, als het een man was geweest, die had wel begrepen dat hij wat vergeten was. Tegen een man had ik gewoon kunnen zeggen: Ja, waarom staat er niet een totaaltje onder? Want ik weet dat die penningmeester, die werkt met een spreadsheet. Nou, dan heb je toch zo'n zo celletje. Dan doe je is gelijk tekenen. Teken doe je als eerste, betekent formule. En dan ga je even met je muis over die drie cellen daarboven. Dan maak je zo, dat selecteer je drie cellen. En dan doe je enter. Dan krijg je automatisch uh, is, som. Dat is al. Nou, ja, dat was het dan vergeten. Maar dan moet je dat maar uit je hoofd weten of wat dan even. Maar ja, ze had het natuurlijk gewoon in de verslag moeten zetten. Nou, daar heeft ze met haar emotionele brein. Dat heeft ze over het hoofd gezien. En zij snapt niet dat als zij het vertikt om die drie bedragen op te tellen, dat zij daarmee de hele vergadering, nou er waren niet heel veel mensen, maar dan moet dus ieder afzonderlijk lid die erbij was, die moet op dat moment maar gaan hoofdrekenen om te bepalen wat de hoeveelheid geld in kas is. Dus omdat zij haar werk niet doet, moeten wat waren er een mannetje of acht, moeten maar even gaan hoofdrekenen. Dat vindt zij dan niet meer dan terecht. Want zij is het toch vergeten? Nou, dan moeten de andere mensen dat maar gaan rekenen. Want zij is het vergeten. En zo kan ik nog wel even doorgaan, hoor. Dingen meegemaakt, man. En dit ligt er niet lekker bij vrouwen. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik zou me ook kapot schamen als ik een vrouw was. En de allermakkelijkste reactie is dan om mij maar uit te maken voor een seksist. Van jij scheert alle vrouwen over één kam. Nou, en dat doe ik niet in zoverre dat ik heus vrouwen ken die uh, een stuk vriendelijker zijn en zich bezighouden met de dingen waarin ze als vrouw ook echt goed zijn. En daar kan ik prima mee door één deur. Heb ik helemaal geen moeite mee. Op mijn werk werk ik ook heel veel samen met vrouwen. Nog geen enkel probleem. Ik ben er helemaal niet op tegen. Het is allemaal wel best. En ik zie dat ze een stuk emotioneler zijn. Ja. Dus nou, vrouwenstemrecht hebben we over gehad. Wat mij betreft niet. Ik denk dat Nederland dan op slag een stuk rechtser gaat worden. Je besef goed dat er wordt ermee geschermd... ja, maar de, de zwakkeren van de samenleving dan. Nou, als je uitrekent het aantal bijstand, bijstandstrekkers hier in Nederland... en dan wat die mensen krijgen. Hè? Ik heb die laatst gedaan met iemand. En dan kom je uit dat de hoeveelheid geld die die mensen krijgen... Dat dat 1% is van de staatsinkomsten. Of uitgaven. Misschien 1% van de, nou goed, 1% van de belastingdingers. Want onze regering die presteert dat iedere keer weer om elk jaar meer uit te geven dan dat ze binnenkrijgen. We hebben nog steeds staatsschuld. Iets wat ik, wat ik heel verschrikkelijk vind. Kijk, die 1% van de bijstandsuitkeringstoestand. Ja, daar hoef je voor mij niks aan te doen. Dat is maar 1%. Waar het mij om gaat, dat zijn al die andere geldverslindende toestanden. Al die andere ja, links-communistisch, socialistische hobbypraktijken. Zoals bijvoorbeeld kunstsubsidie. Afschaffen die handel. Maar dat is nou typisch iets waar die vrouwen zo. Oh, de, ik vind wel dat de cultuur moet zijn in Nederland. Ja, dat vind ik ook. Maar het is geen taak van de overheid. Punt. Ja, maar ik vind het wel leuk dat er allerlei musea zijn. Als het best, dan ga jij toch naar die musea toe. Ja, maar die kunnen van het weinige bezoek niet open blijven. Oh, nou dat is jammer. Ja, niet mijn probleem. Als er te weinig animo is om een bepaald museum open te houden, dat het museum gewoon het niet kan bolwerken van de entreegelden, ja, dan moet het museum maar dicht. Of afslanken, of een tweede activiteit beginnen, of ja, daar gaan ze maar over nadenken. Maar het is niet het probleem van de overheid om een x aantal musea open te houden. Gaat toch weg? Ik ben bang dat zoiets als het Openluchtmuseum hier in Arnhem, dat, dat die club jaarlijks uh, van de gemeente en provincie en het Rijk, dat ze nog geld krijgen ook. Dat is echt belachelijk, vind ik dat. afschaffen. Ja, die subsidies dan, hè? Zo'n museum mag voor mij best blijven, dat vind ik helemaal niet erg. Maar dat moet maar zelfbedruipend zijn. En zo kan ik hem wel even doorgaan. Allerlei uh, controleinstanties, daar zijn vrouwen ook heel erg voor. En dat we van alles gecontroleerd, we nee, wel controleren hoor, of het allemaal wel klopt. Al die controle dingen afschaffen. Keuringsdienst van waren afschaffen. Het zijn die vrouwen met hun emotionele toestanden die dat soort uh, uh, ideeën uh, in het leven roepen. Ik weet nog, toen ik uh, ben aan het afronden hoor, maar ik heb gewerkt in de keuken op Schiermonnikoog. En. -Koog. en wij maakten daar die keuken elke avond schoon. Vaste prik. En er werd op toegezien. Uh, en dat, dat deden die mensen van het restaurant zelf. Dat was een man en een vrouw. En je kon er echt niet de hand lichten met dingen of zo. Als schoonmaker. He, wij, ik was een keukenhulp en schoonmaker. En uh, pannenkoeken bakken als het. Uh, als de baas even een dutje ging doen of zo. En dan kwam iemand binnen met een paar kinderen. En dan moesten er even zoveel pannenkoeken komen. Dat mocht ik ook doen. Ja. En voor de rest afwassen. Salades maken. Remulade saus maken. Noem het maar. Beslagmeel voor de pannenkoeken. Uh, ja, ja, beslag voor de pannenkoeken. Nou, en toen op een ochtend uh, werd er gebeld en mijn baas, die neemt de telefoon op en uh, die zegt: Oh, oh, oh. En die, die komt helemaal in paniek naar de keuken en die zegt: De Keuringsdienst van Waren komt eraan. <laughs> Kijk, die eilanders, die houden elkaar op de hoogte, snap je? Dus de, die hadden dat al lang gezien, dat er dus uh, ambtenaren van uh, de Keuringsdienst van Waren op de boot zaten. Nou, die gaan gelijk bellen. Dus de hele horeca in Schirmerlijk Oogdorp. Niet zo'n grote conglomeratie, die werden allemaal gewaarschuwd. En mijn baas, echt zijn zenuwachtig, man. Oh ja, dit en dat. De, de, de ding opzij en erachter. En dan. Een... Ja, nou, toen kwam dus zo'n minuutje of drie uur middags of zo. kwam dus inderdaad die, die ambtenarijtoestand bij ons. En dan mijn baas met een big smile. Ja, kom maar even kijken hoor. En dan die man zo met zo'n lijstje, oh ja, dat is ook schoon en uh, dat is ook schoon. Oh, en daarachter dan, uh, mag dat even opzij, mag ik even kijken? En ik zo die spullen opzij. Oh ja, oh, dat is ook schoon, ja, dat is allemaal prima. Nou, uh, het is allemaal in orde. Ja, dat staat er helemaal nergens op. Ja. En die vrouwen, die, die vinden dan, ja, wij vinden wel dat het er moet zijn hoor. Want anders kan het zomaar zijn dat het een vies boeltje is in de keuken. En uh, dan kan je voedselvergiftiging krijgen, nou, ja, en dan wordt zo'n ding als de keuringsdienst van waren maar in het leven geroepen. Dus, uh... Nou, vandaar dus ook bij die milieutoestanden. Alleen maar emotie, emotie, emotie. En de arme kikkertjes. En de arme dit en de arme dat. En oh, 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 wat is het erg? Nee, weet je wat erg is? Weet je wat het toppunt is van erg. Greta Thunberg <laughs> How dare you? <laughs> Greta Thunberg heeft OCD, obsessive-compulsive disorder en is gediagnosticeerd met Asperger. En haar jongere zus, Beate, die heeft precies hetzelfde. Ja, leuke ouders, hè? <laughs> Oh ja, en Greta Thunberg, die kan ook koolstofdioxide zien met het blote oog. Ook heel bijzonder. En de moeder is daar hartstikke trots op. <laughs> en ik zeg op zijn hamburgs dat ik hartstikke trots ben op jullie. Dat jullie dit allemaal hebben uitgeluisterd. En dan zeg ik tjus en dag lieverds.